Hallo kijkers van Shine Surprise, ook bij een nieuwe aflevering van de Pokémon Scarlet and Violet Surprise Cage Lock met Nando. Lekkering. Zeker lekkering. Weet je wat ook lekkering is? Nando's. Zekering. Klopt het dat Nando's ook in Nederland zit? Nee. Ik dacht dat ik zo iets weer had gehoord, maar... Nee. Helaas pindakaas. Volgens mij in Europa alleen in de Verenigde Staten. Verenigde Koninkrijk, sorry. Verenigd Koninkrijk. Ja, ik snapte wel wat je bedoelt hoor. Oké, level 70. Oeh, zo'n Lijper Murkrow flavoring. I love Lijper Murkrow flavoring. Ja, dat is jouw favoriete Pokémon. Ja, zeker. Die vriend van me waar ik was met oud en nieuw, die heeft me ook weer Pokémon kaarten gegeven. Allemaal Murkrow en Honchkrow. Nice. Dus daar was ik wel blij mee. Nice thing on the caking. Zeker. Die ga ik denk ik wel in mijn Yu-Gi-Oh! Map stoppen. Yes. Heb je gezien welke video er vandaag online is gekomen? Van jou? Ja. Kijk hoor. Even nadenken. De unpacking. Ja. Ja, zeker. De pack opening in die ding. Ja, die heb ik gezien. Dat was wel een lekkering. Er zaten wel goede kaarten tussen. Was wel blij met de kaarten die ik kreeg. Mooi zo. Zo, op het een. Jij mag wel Quick Attack leren. Er zit op dit klimrek ook zijn floor up, toch? Dat weet ik niet. Ik ga meestal in de stad zitten er heel veel. Die pak ik dan meestal en... Charmander gaat evolven. Nice. Oh boy, yo. Wordt een Charmeleon. Yes. Wartortle. Mewtwo Tentacool Aerodactyl. Oh my night. Slowpoke. En Pidgeot en Arbok. Ik ben me nu aan het afvragen of ik de Hide and Seek al ben begonnen. Volgens mij niet. Heb je met die gast gepraat en dan met die chick? Voor dat speeltuintje gebeuren? Nee. Wat een bullshitting. Dat moet je wel doen. Nee, ik wil niet met de TM-machine. Dat geeft mij niet zoveel voldoening. Mm-hmm, Tienzen Flora. Pot for three. Pot for three doublings. Maar echt. Oeh. Yes. Number of some flora found. 0. Joh. Lekkering. We gaan er 20 vinden. I like it. Lekkering de vonding. Lekkering. Even alle super potions kopen. Even kijken, want... Kan ik al dingen herleren? Nee. Eevee kan dingen herleren. Wacht, tellen die deze drie alle drie? Ja, zeker. Oh, easy. Maar echt ding. Hoezo rent die bitch weg? Maat. Maten en matinnen. Nu moet ik er tegen vechten? Ja, die heb je er ook tussen zitten namelijk. Wat een dievenspelling. Hier, pluk. Weg met je zijn Flora, jongen, Kees. Pluk jij maar even de dag. Ja, pluk de dag, inderdaad. Pluk de Frokadier. Oeh. Lekkering. Zeker lekkering. Oké, ik ben blij dat je niet tegen de Mono hoeft te vechten. Maar sowieso bij de volgende gym moeten we wel tegen haar. Zijn. Of het is na de gym battle dat we tegen hem moeten. Dat doen ze ook wel eens om een of andere reden. Omdat het loser boys zijn. Zeg dat wel eens. Ze hebben sowieso... Een Xbox 360. En een PlayStation 5. Nee. No, niet de PlayStation 5. Dan ben je cool als je die hebt. Ik had laatst weer PlayStation 5 games gekocht, denk ik. Waarom, heen? Je hebt al 1 miljoen gaming. It never ends.
Ja, ik heb wel goeie hoor. Ik heb Horizon Forbidden West. Ik heb Cyberpunk 2077 Ultimate Edition. Game niet helemaal verkrekt en zo? Ja, in het begin, maar heel veel dingen zouden zijn gepatcht. En het is met DLC dit ding, die game, dus... Dan heeft hij vast een patcherberry genomen. Zeker patcherberry genomen. En kijken wat nog meer. Persona 3 Reload, die heb ik georderd. Die komt volgens mij volgende maand of zo al. Of die maand daarna. En Final Fantasy VII Remake Part 2. Ik heb Part 1. Ja. Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk van die Sylphlora bevechten. Kijken. Dus ik moet even diegene zoeken die van me weg gaan rennen. Ik heb 10 van die vuile Sylphloras voor jou. Hoppatee. Nu is de tijd dat we die afbranden. Afbranding. Dat is van die Mystery Dungeon. Ja. Ik was bezig met een streamlijst te maken voor muziek. Voor in de achtergrond vandaag. Aardig wat. Ik moet nog de Mystery Dungeon games even langs gaan qua muziek. Die zijn sowieso gouden om als achtergrond te hebben. Vuile Sylphlora. Are you ready to challenge Game Leader Brashius, the Verdant Virtuoso? Ik ben benieuwd of hij met die Sudowoodo Trailblaze gaat doen. In plaats van afblijven. Ja, maar... Oh, wacht. Dit is... Oké, die wil ik nog houden. Die kan weg, deze move. Wil je geen horde battles? Nee, geen hoarding battle, links. Waarom staat Brescia super gevaarlijk bovenop die molen? Mag ik dat weten? Hij is een artiest. Oh, is dat het? Ja. Dus die is een beetje gekkie in die hoofd, ding. Inderdaad, ding. Nee, die man is voor echt niet. Nee. Ik vind het wel jammer dat je zijn haarstaal niet kan kiezen. Met die dorens erin, dat vind ik dan wel weer vet. Oh, zijn haarstaal. Ja, dat... Ja, ze hadden eigenlijk nog wat meer van die haarstaals kunnen toevoegen. Zit toch al in de game. Ja, maar... Ja, dat is waar. Dat vind ik ook eigenlijk een beetje onzin. Pad leerling. Leerling de pad. Leerling de padding. Paddying. Paddying. Ik zag dat Paddying ook de game had opgestart. Wow, durft hij. Is alweer een tijdje terug hoor, maar... Paddling is gone, since you've been gone. Ik wou dat ik een betere fire move had dan Ember. Maar nooit meer vergeet ik jouw naam. Van Danny Phantoming. Ja, Spook is echt schrap. Die is Danny Phantoming. Ja, die ken ik wel in. Small F is ook zijn zooming on. Lekkering. Saflo. Kijk, dit is volgens mij de tweede. Kijk, het doet Dragon Breath meer dan. Nee, dat doet echt minder veel damage. Maar hij is wel geparalyzed. Dat is wel nice. Onderkeking. Nice onderkeking. Oeh, dit wil ik even zien wat die Sudowoodo gaat doen tegen jou. Doodgaan, dat gaat hij doen tegen mij. Lekkering. Dat zou wel fijn zijn, ik. Hoppatee, afbranden dat ding. Truly Wudo. Wat een kut. Kut, sorry. Oké, skidopping. Zou de Sudowoodo wel een evolutie kunnen geven? Grass Rock. Dat was wel vet geweest. Met bloemen als handen in plaats van die bolletjes. Mm-hmm. Ik verzin het wel voor je, Game Freak. No problemo. Hij designt ze wel voor je. Ja.
kijken. Wat gaat hij doen? Gaat hij voor Trailblaze? Want dat zou dan echt nutteloos zijn. Ja. Wauw, oké. Okay. Nou, dan moet het... Oh, do you still want... No, I don't want to leave. I want to build a snowman. I want to build a snowman in the eating. Oh, nee, ik kan niet in het zwembad. Die spreek je de Miyama. Huh? Oh, ik kan in het zwembad. Lekkerie. You want to be in zwembad? In het zwembad. Maat, ik heb gewoon easy win gedaan. Ik drukte gewoon op de easy win knop. En toen won je. Ja. Dat is wel easy winning. You won. You passed the test. From the brassiest guy in the guy. Avant-garde. Oh no. I lost our the table. It's broken. It's broken. Die ken Hallo, ik. Hallo brassius, meneer. Ik ben een supercoole boy. Geef me iets waar ik iets aan heb. XP candy? Nee. Ik vecht wel even tegen de Pikachu. Een Arathazon Gene Batching defeated. Level of it will be easier to catch Pokémon up to level 30. Oké. Okay. Ja, we gaan 5 levels omhoog nu. Oké, okay, nice. En ik krijg Trailblaze. Jazeker. Farewell indeedy. Ik wil even iets opzoeken. Real quicking. Je doet die opzoeking. Ja, kijk. Level 19. Oh, dat is nog 1 level. Oké. Okay. Dan is het oprecht nog wel waard om een rare candy te gebruiken op dat ding. Even kijken. Dan leer ik Fire Fang. Zuurtand. Lankering. Dat is een goede move. Heb ik gehoord. Uit betrouwbare bronnen. Ja, ik denk dat dit wel goed is. Even healing. Want je wordt niet gehealinkt. Ik heb helaas geen Pokémon met plukken die alles kan one-shotten. Ik wou dat ik een Pokémon had die alles kan one-shotten. Maar dat is helaas niet in de sterren vandaag. Dus ik hoop dat ik... met die Fire Fang dan gewoon alles kan one-shotten. Ja, dat is even belangrijk voor de mensen om te weten. Kijk, ik heb nu deze Pokémon gebruikt in de gym. Ik moet dus ook een van deze Pokémon kiezen in de cage match. Ik mag dus niet de Pokémon in mijn box kiezen. Ja, precies. Ja. Was wel handig in gewasting, maar ja, dat... Helaas, peanut butter. Helaas, peanut butter in die eating. En nu kan Milan meekijken hoe ik ga verliezen. Of winning. Ja, yeah, jij gaat wel winning. Ik heb geloof in jou. Het ligt er ook een beetje aan hoe die Charmeleon qua stats is. Volgens mij was het neutraal nature. Maar ik weet niet hoe die IV's eruit zien. Maar, misschien doe jij gewoon vuur en is het gone. Ja, ik ga 100% terrestrializen. Dat is één ding wat ik zeker weet te gaan doen tegen Braxian. Of Brazius, sorry. Even kijken. Het enige wat lastig kan zijn is die Sudowoodo. Omdat die Rockfro heeft. Maar ik zag in die match tegen jou deed hij dat helemaal niet. Nee, terwijl dat super effectief op mij zou zijn. Ja, toch wel heel frappant. Ik denk als deze snel klaar is dat we nog 1 cage match vandaag kunnen doen. Ja, die kunnen we wel doen deze aflevering. Ja, of je moet heel lang erover doen. Nou, dat hoop ik natuurlijk niet. Ik hoop dat het gewoon patsboom klaar is. Kijk. Ja. Juist, ja. Oké. Fire type, Fire Fang. Hoppatee. Op de Jeremiris. Komt-ie hoor.
1, 2, patsboom. Yeah, dikke patsboom, 1-hit KO'ing. It's an end ring. It's a 1-hit KO'ing. Easy winning. Maar echt ding. Kijk, maar die eerste maak ik me, twee maak ik me sowieso geen zorgen over. Dat is gewoon easy winning. 1, 2, op de ding. Dat is niet goed voor in. Hoppakee. Het smolijfje is gone. Het smolijfje is indeed gone. Okay. En nu die soede hoede wordt wel een beetje... kan lastig zijn. This has promise. En nu moeten we weer dat lange cutscene gaan bekijken. Sudo Wudo! Sudo Wudo, ing! Bla bla bla! Ik doe wel minder veel damage, denk ik, omdat die defensief sterk is. Oh. Ik heb niks gezegd, want ik doe een crit. Ah, tegen mij doet hij wel Rockfro. Wat een vuile bitta. Echt, hè? Echt, wat een vuile bitta. Man. Okay, nou ja, het was wel easy win, gelukkig. Tuurlijk, maar wij zijn ook Pokémon Masters, Nandering, snap dat dan? Ja, dat wel. Zekering, daar heb je gelijk in, inning. Op ding. Avant-garde. Nu hebben we dit stomme dialoog. Bla 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 bla. Hij dialoog tegen jou. Ja, stop met dialogen tegen mij, alsjeblieft. Alsjeblieft. Eng. Alsjeblieft, ding in die ding. Nu is het van welke Pokémon gaan we inzetten? Ja, dat wordt nog wel een hele lastige keuze, denk ik. Ja, deze keer heb ik de keuze niet al gemaakt van tevoren. Oh, net had je hem wel van tevoren gemaakt? Ja, die Meowth, zeg maar. Daarom dat ik zo snel was, zeg maar. Ah, je kan hier niet pokeportelen. Wedden dat ik tegen Nemona moet vechten als ik hier naar buiten loop? Volgens mij niet. Nee, Flankering. Ik denk na de volgende gym dat we dat wel moeten doen. Maar dan denk ik voordat we de gym doen. Ja, dan ga ik wel even healen. Dat mag wel. Mag alleen geen experience meer krijgen. In. Ja, zeker. Bling, 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 bling. Kijk, want aan die kant. Ik begin langzamerhand een beetje spijt te krijgen van mijn keuze voor TM usage. Ja? Fish. Ja. Hey, je hebt nog niet zoveel TM's. Dat is een beetje. Daarom koos ik daar ook niet echt voor. Plus dat Cyclizar eigenlijk al de aanval heeft. Die goed zouden zijn. Of kunnen zijn. We hebben twee fairy types. Okay, nou. Ja, dit weten we. Okay. Pokeportaling. Trouwens, hè, die revive. Dat is alleen voor in-game battles, toch? Nee. Het is op het moment dat hij nu doodgaat, dan kan je hem alsnog gewoon reviven. Okay, dus ook in een cage match. Ja, maar dan gewoon niet tijdens match. Dan niet tijdens de match, maar dan nee, als hij niet dood, nee, zeg maar. Dan heb ik wel gewoon gewonnen, maar dan nog gewoon. Maar dan mag ik hem wel nog gebruiken. Hij mag gewoon een keer doodgaan, zeg maar. Ja, okay. Oh, ik ben al aan het zoeken en ik doe het schermpje weg. Ja. Okay. Lankering. Okay, dan moeten we de tweede kiezen. Want dan is alles level 50. Seeking. Locking. Battle teaming. Okay. Preparations completing. Okay, nou, even kijken hoor. Want
Je hebt wel een iets sterker team nu. Ik heb mijn Pokémon gekozen. Oké, ik ben nog... Ja, ik denk dat dit een woord. Spannend! Spanning! Oeh, wat gaan we toch kiezen? Voor de cage point! Oeh, spannend! Kijk, Lankering tegen Lankering. Lankering. Oké, let's do this. Ah, weer Cyclosaur, maat. Eerlijk, het is niet een goede counter tegen Aljamons, maar het, ik heb niet zoveel te verliezen. Nee. Dus ik ga gelijk voor Rapid Spin, dan ben ik... Stop, te veel. Ben ik gelijk sneller. Wat een kut, hoor. Kom op, Confuse. Oh, krijgt hij het nog ook? Nou. Oké. Quick attacking. Oké. Het was ook nog eens een protein Frogadier. Nou ja, de kans is er nog. Als ik hierna nog een keer mezelf hit in Confusion... Ja. Oké. Hoe kan jij sneller zijn dan mijn Quick Attack? Ik heb ook Quick Attack. Oh. Maar ik denk dat het... Jij snapt uit. Ja, maar ik denk... Ja, ik kill je niet. Dus als jij nu hit... Oh. Kut. Als ik geen low roll heb, dan win ik. Low roll alsjeblieft! Oh. Nee! Oh, wat een kutzooi. Maar dat betekent dat ik Cyclosaur officieel niet meer mag gebruiken. Nee, alleen in de allerlaatste battle. Zo. Oh. Ja, dat was... Er? Nou, iemand deed de deur keihard dicht. Oh. Maar die hond die zit nog in mijn kamer, dus... Wow. Ik ga hem zo meteen, nadat we uit de call zijn, doe ik hem wel weer open. Mm-hmm. Dan, nee, niet nog een keer battelen. Ja, ik drukte ook op die knop. Oeps. Oké, goed. Wat kies ik? TM's of items? Ik denk dat ik voor health item ga. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ik ben eventjes aan het treuren van binnen. Ah ja, dat kan. Dat mag ook. Ik ga voor health item, dus dan... Ik geef hem nu even tijdelijk een Chesto Berry. Dan weet ik, oké, die mag ik een item geven. Ja, oprecht, ik kon... Als ik voor een andere mon was gegaan, want ik was bang voor je Quillfish. Dus mijn Fairy types waren dan al niet handig. Yeah. De Vampy is niet handig, want je hebt twee Water types, letterlijk. Mm-hmm. Eevee, ja, nou... Daar ga ik sowieso niet mee winnen. Charmeleon, ja, daar zit ik weer met je water types. Dus vandaar de keuze. Kijken, want hoeveel tijd hebben we? Gaan we nog dingen vangen of doen we dat de volgende aflevering? We hebben op zich daar wel tijd voor als het een beetje snel gaat. Dan kunnen we dat nog wel even fixen. Oké, dan gaan we dat gewoon even nog snel fixen. Lekker. I want to buy some great balls. Oeh, ik heb niet zoveel geld. Dat valt me vies tegen eigenlijk. Ik heb al mijn geld uitgegeven aan potions net. Oh. Maar je hebt LP, hè? Dat is waar. Dus je kan ook nog met je LP kan je nog wat kopen. Zo. En ik krijg een premierbal erbij. En je hebt in ieder geval één mon om te wonder treden. Oh. En oprecht, dat is toch wel scheelt het weer tijd. Dat klopt, maar dat ik had hem liever nog gehad. Ja, dat is waar. Ja, dat kan ik begrijpen. Ik wil even iets wat makkelijk te vangen is. Ik ga even voor die kleine vogel. Rookie. Tip, Makuhita is niet makkelijk.
Deze manko weet dat niet. He doesn't like great balls. Aw, oh, man. Oké, okay, I like best wel great balls. Oh. Ik gaf die Chestleberry aan een Cyclozar, toch? Ja. Yeah. De Roeke die deed pluk en die at gewoon die berry op. Godverdomme, die had ik misschien nog nodig voor die gym ook. Hé, hey, hop, heb even weer. Oeh, Skiploom. Is in ieder geval een betere grass type heb je nu. Grassig type hier. Yes. Oké, okay, Litleo. Ik vind het wel een van de minste Pokémon die er is, Litleo. Ja, yeah, same. Oké, okay, dat is 2. Oh, fuck. Al wel. Ik wacht nog wel even met die Eevee, denk ik. Ik zat eraan te denken om er een Sylveon van te maken, maar gezien ik twee andere fairy types nog heb. Mm-hmm. Ik denk dat maybe ik daar not nog... the best idea. Nee, ik denk dat ik daar nog even mee wacht. Misschien als ik zo meteen zoiets heb van... Nou, ik heb wat goede mons, dus ik ga wisselen. Dan... Kijken. Quick attacking. Eigenlijk heb ik ook echt heel veel mazzel dat Cyclozar quick attack leerde. Want ik wist, dat klopt, ja. Ik wist oprecht niet dat dat ding... Quick Attack leerde. Vanuit zichzelf. Kijk op. Oeh. Stop eens met Bullet Seed. Vervelend, manneke. Natuurlijk krijg je die 5 keer Bullet Seed. En nog een keer die Leech Seed ook. Hield ook nog echt heel veel. Hier. Ga maar tegen de Wigglytuff aanstaren. Ik denk dat die Espartra zomaar eens het hooglevel is. Nou, het zou misschien nog wel kunnen. Level 30, hè? Ja. Nou, zeg... Het ding blijft maar healen. Wow, net niet. Oké. Okay. Geef me nou eens een coole Pokémoning. Maar ja, als ik een keer coole Pokémon is krijg, laat ik ze meteen weer doodgaan tijdens de cage battling. Ah, maar dat gebeurt natuurlijk niet expressing. Een Electrobuzzing. Nou ja, het is wel fijn dat ik nu die Cyclozar, voor jou dan, dat ik die Cyclozar niet meer kan gebruiken. Ja, ik denk alleen dat Cyclozar op een later moment ook niet zo heel bijzonder meer is voor mij om tegen te vechten, zeg maar. Nee, dus ik denk dat het op zich slim is dat je hem nu al hebt gebruikt twee keer. Third week, maar dat is een shiny, dus het is weer door een bot. Ik krijg ook alleen maar die bot trades. Bot voor 3. Ik heb er 1 keer gehad met Hisuian Zoroark. Oh, ik krijg ook een shiny. Chimchar. Oh, nu krijg jij ze ook. Die klerenbots. Ja, pokerray.com. Wauw. Dit is gewoon voor de reclame. Ja. Ze weten dat we aan het opnemen zijn. Ja. En ze weten ook precies wanneer wij bezig zijn. Precies. Met een ability patch. Lijkt wel of ze dat allemaal doen. Ja, dat hebben ze allemaal.
kijken. Ja, weer zo eentje. Ja, nu krijg ik de Piplup. Wat? Zijn ze allemaal tegelijk aan het trainen of zo? Wat de fuck is dit? Gadverdamme. Een Golduck, die is sowieso level, te hoog level. Golduck. Golduck. Ja, laat maar zien wat ik krijg. In ieder geval krijg je de Pokédex reward zometeen. Dan kun je die inwisselen, eventueel. Yeah. Ik heb nog geen enkele Pokémon. Oh, wacht, ik kan trouwens weer met jou meekijken. Er zijn nog steeds geen enkele Pokémon die ik kan gebruiken. Ik ook niet. Ik denk deze ook niet. Substrika. Nee, Substrika sowieso niet. Nee. Tenzij die deze gast hem gebreed heeft en opmatig heeft geleveld, maar. Dat lijkt me sterk. Nee, weg ermee. No. Golduck sent to Lara. Oh, dat was snel. Goodbye. Goodbye. Miauw. Oh, gewone miauw. Die wil ik niet eens. Je wilt nog zo'n Galarian. Ja, dan had ik blijer geweest dan deze miauw. Begrijp ik. Een Doduo. Maar precies hetzelfde probleem. Een Doduo kan gewoon gebreed zijn, hè? Ja, maar... Oh, die Miauw moet ik nog houden ook. Kut, sorry. Nee, level 60. Maar die Drillpick Sword Stance combo vind ik wel nice. Not gonna lie. Je kan ook nog mazzel hebben dat ze goede moves hebben. Makuhita-ing. Oprecht, ik zou wel Makuhita willen. Basculin. En het is in een safari bal, dus ik denk dat deze gebreed is. Kan die een Basculin worden? Ja, want het is de witte. Oké, dat is de eerste mon. Ik heb een Charmander. Lekkering! Met Solar Power, dat is een hidden ability, toch? Ja, dat boost je special moves volgens mij in de zon. Alleen, je take dan damage. Dus het is eigenlijk een, hoe heet het? Een Life Orb. Ah, oké. Okay. Alleen dan heb je nog ruimte voor een item. Nou, die van mij heeft geen Solar Power. Nessa 16. Let's go. Hisuian Goodra. Ja, maar volgens mij is dit een shiny. Ja. Ja. Nou, die kan weer. En het is PKM GG. Ja. Nou, GG. Hij gaat gewoon weer terug. Level 100. Met een Master Ball. En ik heb een Palmy. Die had ik nog voorspeld. Maar die Palmy vind ik wel nice, eerlijk is eerlijk. Eerlijk? En die Charmander ook. Het wordt een redelijk goede fighting type voor Gen 9. De volgende is Steel, dus ik ga Charmander in mijn teampie doen. Steel? Oh nee, Electric hè? Ja. Maar ook Steel toch? Ze hebben toch ook Magneton en of zo? Ja, ja, ze hebben wel volgens mij... Ik weet het. Indeedy, oh god. En het is toch de man ook. Oehoe. Maar het is de male vorm, dat is niet oehoe. De female vorm is oehoe, my man. Ah, oh, thank god. Shooting. Net te hoog. Heb jij jouw full team nou? Nee, ik moet er nog twee. Oh. What? Maar ik krijg alleen maar die bots. Of te hoog. Dat is heel sad. Ja. Ik probeer het zo snel mogelijk te doen. Ja, jij kan er ook niks aan doen, dat het allemaal onzin is. Zit hier toevallig een shiny tussen? Nee, jammer. Die shiny mocht je gebruiken, toch? Yup.
Lekker. Behalve als je er voor hunt qua outbreak, dan vind ik niet dat je dat mag gebruiken. Mm-hmm. Maar als je nog gewoon een random shiny tegenkomt, vind ik dat je hem mag gebruiken. Nou, die B-sharp is al te hoog. Dat beest evolueert pas ergens level 50. Dus toch wel handig dat we zoveel mogelijk van die gyms eerst doen. Ja. Ja. Kijk. Zo kan je lekker variëren. Maar echt. Volgens mij hoeven we die Team Star gebeuren helemaal niet te doen. Ook. Want we gingen alleen maar de Poke League doen. Dat weet ik. Alleen, we wouden wel alle 18e cage matches doen. Oh ja, dat is wel waar ook. Dus ik al weer vergeten. Ja, dat is... En dan heb je nog een grote variatie aan team wat je kan bouwen. Mm-hmm. Nee, dat is, daar heb je gelijk in. Oh, oké. Okay. Bij de volgende gym, als we naar binnen gaan, dan komt Nemona. Zie ik. Oké, okay, ja, dit is ook te hoog. Welkom bij de XXL. Bij de XXL video. Zit wel op 40 minuten? Nee, nog niet. 35. Oké. Okay. Hopelijk zijn we voor 40 wel klaar met deze ongein. Dan ga ik gelijk even kijken of Vampy op level 28 evolueert. Ik dacht het wel. Bulbapedia. Level 25 zelfs. Ah, tweede poging voor Cupchew. Oké, 100% dat ik die Vampy ga evolven voor de gym. Ik zag al dat die bulldoze had. Kijken. Nee. Nou, kom on. Nu boeit het me eigenlijk niet meer zoveel wat ik krijg. Ik wil gewoon klaar zijn met dit. Precies. Kan ik weer... The fuck, maat. Die stinktaurus ook nog even langs. Laat me eens met Rusting. Ja, laat me met Rusting. Even kijken waar sta... Hier sta ik wel veilig, denk ik. Zo. Nou. Dan moet je helemaal zelf al maten naar Pokeportal gaan. Yeah, we don't like working. Inderdaad, we willen handmatig. Of niet handmatig. Oké, dit kan nog. Oeh, ik denk het niet. Ja, of hij is inderdaad... hij is met een nickname, dan is hij echt niet gebreed. Of het is een andere taal, dat kan. Ik denk dat het een andere taal is, maar... Level 1. Nice. Kijk, alleen nog de dierling... Oh, hij is nu al klaar. Lekkering. Oh ja, 3P is alleen echt leed game handig. Dus die ga ik echt niet gebruiken, denk ik. Het kan nog oprecht. Ja, ik heb er ook een. En nu krijg ik alle water types. Pablo. Pablo. Oshawaring. Oprecht. Ik zeg wel ja, maar ik kijk even zo. Nee, dat is hem. Zeker het soort? What the fuck? Maat. Nou, beter dan Sobble. Sobble heeft alleen maar Pound en Kraal. Die ga ik de Green gebruiken. Lekker. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. We hebben weer wat teammembers erbij. De volgende aflevering gaan we richting de derde gym. Denk ik? Of is dat een volgende stap? Of hebben we nog een andere stap die we eventueel kunnen doen? Even kijken, want gym 3 is level 24. We kunnen Bombardier doen. Dus die vogel. Ja. Of Team Star Giacomo. Kunnen wij die aan? Die is level 20. Of level 21. Maar dat is dan wel met de Starmobile. Dus dat kan wel kut zijn.
Ik zeg, laten we die bombardier doen, maar wel eventjes alvast de flying spot in bij de derde gym. Heel verstandig, heen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering, doe een duimpje omhoog. Want dan zie je graag een volgende keer weer. Adios, amigos.